Een meerderheid van de Kamer wil een zwarte lijst van haatimams. De afgelopen tijd is er veel ophef over de komst van omstreden predikers naar Nederland. En het meest recente voorval was natuurlijk in Almere. Burgemeester Jortsma kon de komst van de zogenaamde haatimams naar Haagstad niet voorkomen. En riep uiteindelijk op tot een landelijk en zelfs Europees beleid. En dat lijkt er nu een beetje te komen. Ik praat erover met het VVD-raadslid in Almere, Ulysse Elian. Spreker en blogger in de islamitische wereld, Nordien Wilderman. En het Tweede Kamerlid voor het CDA, Peter Oskam. Die laatste zit in de studio in Den Haag en de overige heren zitten hier aan tafel. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Dat was mooi tegelijk. En meneer Oskam, uw partij die steunt het voorstel van de VVD voor zo'n zwarte lijst. Waarom? Nou, wij vinden het belangrijk dat in Nederland geen haatpredikers komen. Dus het is belangrijk dat je in kaart hebt wie dat zijn. Wat er nu gebeurt is dat er steeds mensen opduiken die naar Nederland dreigen te komen. En dat er per gemeente moet worden gekeken of de orde verstoord gaat worden en welke maatregelen moeten worden genomen. Dus is het handiger om daar één lijst van te maken. En het is ook goed om in Schengen-verband met elkaar op te trekken, omdat het anders heel makkelijk is dat ze naar Italië of naar Duitsland of naar België gaan en dan vervolgens naar Nederland komen. Met de trein gewoon. Zo is het. Meneer Wilderman, vindt u dat een goed idee, zo'n lijst? Nee, ja, ik ben zelf denk ik iets meer een voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat die geldt voor heel erg veel mensen. Ik denk ook dat als je in Nederland oproept tot haat, dat dat allang strafbaar is. En in tegenstelling tot de voorgaande spreker heb ik veel vertrouwen in de manier waarop de rechtsstaat daar op dit moment mee om kan gaan. Meneer Elian, de meest recente commotie komt uit uw stad, Almere. Daar zou een driedaagse conferentie worden gehouden met predikers die u liever zag gaan dan komen. Had hun komst met zo'n zwarte lijst voorkomen kunnen worden dan? Nou, in dit geval waarschijnlijk niet. Want nadat de burgemeester constateerde dat dit evenement zou plaatsvinden, heeft zij contact gezocht met de NCTV. Toen bleek ook dat een van de drie sprekers op de zogeheten alerteringslijst staat. Hoe heet dat? Alerteringslijst. En dat betekent alarm, alert. Dat is een soort zwarte lijst. Ja. Dus die had overigens al volgens mij af moeten zijn. Maar goed, de NCTV is daar nu mee bezig. Dus een van de personen uit Saudi-Arabië stond op die lijst, maar vervolgens blijkt dat de burgemeester niet de bevoegdheid heeft om dan wel de bijeenkomst te verbieden, dan wel een ander soort maatregel te nemen. Dus die lijst hebben op zichzelf is prima, maar dan moeten daar natuurlijk vervolgens wel acties of consequenties aan verbonden kunnen worden. Hoe kwam u achter de komst van deze mensen naar Almere? Via Facebook. Ik moet eerlijk bekennen dat de PVV het onderwerp geagendeerd had in Almere. En dat hadden zij gedaan op basis van de Facebookpagina van de moskee in Almere Buiten, waarop dit evenement stond aangekondigd. Toen is dat gemeld bij de gemeente. En de gemeente heeft contact gezocht met de NCTV. En hoe lang heeft dat, was dat van tevoren bekend? Wat was van tevoren bekend? Dat die haatimams kwamen naar Almere, de zogenaamde haatimams, zeg ik. Nou, het frappante, en dat is dan ook misschien wel ook de ernst van de zaak, ook in dit geval. Wij dachten allemaal dat een van de drie personen, namelijk de heer Tariq Ibn Ali, een omstreden figuur was. Maar toen bleek dus later op donderdagavond tijdens de raadsvergadering dat het juist om een andere persoon ging die op de alerteringslijst staat. En dat hadden wij vooraf natuurlijk niet verwacht. Maar waarom dacht u dat die ene, Ibn Ali, dan degene was die moest geweerd worden? Nou, omdat hij banden heeft onder andere met Dawa FFM. Hij is in Syrië geweest. Hij heeft contacten gehad ook met andere radicale figuren in Nederland. Dus op basis daarvan dachten wij... Nou, dat zijn allemaal zaken waarvoor die niet op die alerteringslijst is gekomen, nee, absoluut, toch? Okay, absoluut. Dus het zijn Ibn geen staat, dingen... Volgens mij ook niet op die lijst. Hij staat niet op die lijst van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Hij staat niet op die lijst van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Maar deze persoon waar je zo van was geschrokken, heeft niets gedaan waardoor hij op die lijst terecht is gekomen. Maar er is dus al een lijst, in feite. En er moet nu weer een nieuwe lijst komen, meneer Oskam. Hoe zit dat dan? Nou, kijk, die lijst is nog niet compleet. Pas nadat er ophef is gekomen, is de NCTV met die lijst aan de gang gegaan. We hebben daar al eerder voor om gevraagd. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat je samen optrekt met andere landen. En het heeft ook allemaal met geld te maken. Op die veiligheidsdiensten wordt enorm bezuinigd. Vorige week is een rapport verschenen van de Rekenkamer, waarin de regering op de vingers wordt getikt dat er te veel wordt bezuinigd op de AIVD. Ja. Die moeten dit allemaal uitvoeren, samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Maar ook zij moeten met andere inlichtingendiensten samen optrekken. Dus ook Duitsland met name en België, maar ook andere Schengenlanden. Ja. Maar goed, we hebben die lijst, die is nog niet af, maar we kunnen wel al nakijken of mensen deugen, ja of nee, voor zover ze op de lijst staan natuurlijk. Nee, dat kan zeker. En het is ook niet de bedoeling dat wij een soort tweedeling gaan zaaien. Wij willen gewoon dat als er gewone goede imams komen en een eerlijk verhaal vertellen en het geloof kondigen, dan is dat verder prima. Wat is een eerlijk verhaal volgens u dan? Nou, niet
oproepen tot verbannen van de Joden en het verbranden van Joden en dat soort dingen. Okay, als een imam zegt bijvoorbeeld dat een homohuwelijk een simpele politieke strijd is en een destructieve aanval op het plan van God, zou die dan niet naar Nederland toe moeten komen? Vraag Noordien Wilderman. Ik vind het te ver gaan om hier gewoon ieder een voorbeeld te analyseren. Kunt u op één voorbeeld reageren? Nee, dat doe ik niet. Waarom doet u dat niet? Het is een simpel voorbeeld, toch? U heeft een stelling. Ik vind dat een imam een religieuze mening kan verkondigen. Dus ook bijvoorbeeld de mening die ik net noemde. Kan een imam dat zeggen in Nederland of niet? Ik denk het niet. Oké, okay, het is een uitspraak van de paus. Wilt u de toegang voor de paus tot Nederland blokkeren? Luister, ik wil nog één ding zeggen. Nee, ik vroeg u, wilt u dat de paus niet naar Nederland komt? U bent niet degene die mij interviewt, dat is Felix Meurers. Dat ik debatteer met u, dat klopt. Nee, maar ik wil even één ding zeggen. Wij vinden dat imams welkom zijn in Nederland, dat ze het geloof mogen verkondigen. Maar niet als ze uitspraken doen zoals de paus. Dat zeg ik niet. Ik gaf u net het voorbeeld. Laat meneer Oskam even uitpraten. Ik heb gezegd, ze roepen op tot vernietiging van de Joden. Dat willen we niet. We willen ook niet dat ze vrouwen kleineren. Dat soort zaken, dat willen we hier in Nederland niet. En daar lopen wij tegen te hoop. En een ander punt is de financiële consequenties. Dus dat samen met de imams ook salafistische invloeden komen. Gelden uit onvrije landen. En dat zijn zaken waar wij tegen vechten. Meneer Elian, is dat ook uw reden dat ze niet mogen komen naar Almere? Nou, in de kern gaat het erom. Ik heb daar met name twee argumenten voor. Enerzijds de komst van bepaalde figuren die een bepaalde haatdragende boodschap hebben, lijkt anti-integratief. Het draagt niks bij aan het maatschappelijk debat aan de ene kant. Maar wat ik nog belangrijker vind aan de andere kant is dat het voorkomen dat dit soort figuren naar bijvoorbeeld mijn stad komen, is ook een onderdeel van terrorismebestrijding. Kijk, de IVD heeft gezegd, er zijn 100 jihadisten in Nederland en 1000 sympathisanten. En die radicaliseren groep buiten de moskeeën, dat weet u. Hoeft niet noodzakelijk. De mensen die zijn geradicaliseerd, radicaliseren via Twitter, via Facebook, met contacten in die regio. En er zijn geen mensen die radicaliseren in moskeeën. Sterker nog, mensen die radicaliseren onttrekken zich uit moskeeën. Elian, mag dat, dat is een veronderstelling. Overigens zijn ook voldoende aanwijzingen dat ook in moskeeën geradicaliseerde personen zich bevinden. Kunt u één onderzoek noemen, Elian, die dat bevestigt? Het is een veronderstelling. Maar juist om die grote groep sympathisanten niet dat duwtje in de rug te geven, waardoor ze wel daadwerkelijk over de streep gaan, moet je dus voorkomen dat dit soort haatdragende boodschappen in Nederland verspreid worden. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Vandaar ook de roep, denk ik, van burgemeester Jorritsma, ook aan de minister van Veiligheid en Justitie, moet het in een breder verband zien. En met name ook, denk ik, als onderdeel van terrorismebestrijding. Even ongeacht wie er nou wel of niet op welke plaats radicaliseert. Is dat ook voor u een reden, meneer Oskam? Onderdeel van de terrorismebestrijding? Zeker. En u zegt dus, meneer Wilderman, het gebeurt buiten de moskee. Maar waarom zou dat niet in de moskee gebeuren? Waarom zouden er geen boodschappen worden uitgedragen die jongeren aanzetten om eens even naar Facebook te gaan kijken of naar Twitter of weet ik wat? Omdat als je kijkt naar de houding die moskeebesturen hierbij aannemen, dat zij daar adequaat op reageren. En dat je juist ook ziet bij alle mensen, voornamelijk vanuit de grootste groepen die zijn vertrokken, dat in hun radicaliseringsproces een van de eerste stappen was dat zij zich onttrekken uit de moskee. Dus wat dat betreft zie je dat hier mensen bezig zijn met een plaats waar het probleem zich niet bevindt. Daarnaast zie je dat bijvoorbeeld iemand als Oskam bezig is om ook, zoals hij al eerder heeft geformuleerd, te proberen de invloed van salafistische stromingen tegen te gaan. Ja. Dat betekent dat we iemand hebben die vanuit een politieke partij op basis van een hele specifieke religieuze denominatie bepaalde wetgeving wil doen. Met andere woorden, het is een vrij conservatieve opvatting van de islam. Het is een orthodoxe islam, maar precies. Het betekent dat de overheid in Nederland bij monden van de heer Oskam suggereert dat als je tot één geloofsgemeenschap behoort, dat je niet toegestaan zou moeten zijn om iets in Nederland te financieren. En als je tot een andere geloofsgemeenschap behoort, dat je dat wel moet. Is dat zo, meneer Oskam? En daarbij gaat hij over de grens van de scheiding tussen recht en staat, kerk en staat. Nee hoor, dat is zeker niet zo. Maar waar wij bang voor zijn met die salafistische invloeden, is dat men negatief over de Joden praat, negatief over vrouwen praat. En dat soort zaken willen we in Nederland niet hebben. Mm-hmm. Ik wil nog maar even één ding. U maakt een onderscheid. Ja, meneer Oskam, één ding aan de orde stellen. Want Noordin die heeft het over de moskeebesturen. Die kunnen natuurlijk een hele goede invloed hebben op jongeren. Maar wat zij hier doen, is die haatimams naar Nederland halen. Dus eigenlijk zijn zij er verantwoordelijk voor dat die haatimams naar Nederland komen. Waarom doen ze dat, meneer Wilderman? Omdat zij dat namelijk al 20 jaar doen. En omdat volgens mij de afgelopen 20 jaar daarbij nog niet één keer is geconstateerd dat een van deze mensen in Nederland voor een uitspraak
is die in strijd is met de Nederlandse wetgeving, is beboet of opgepakt. Dus dat betekent dat... Bevestigen wellicht jongeren in een mening over IS. Nee. Dit zijn mensen die allereerst tegen IS zijn. Dat is een belangrijk punt. Ten tweede is het zo dat het gaat over mensen die al 20 jaar lang dit aan het doen zijn. Daarbij is nog nooit iemand beboet of opgepakt wegens het breken van de Nederlandse wetgeving. En daarnaast is het zo dat het wel degelijk zo is dat de heer Oskam heeft gezegd dat hij geldstromen van specifiek salafistische moslims wil tegengaan. En dat is een onderscheid op basis van DNA. Even voor de goede orde, die twee haat-imams, zogenaamde haat-imams die naar Almere zouden willen komen, waarvan er dus één op die lijst stond van de NCTV, die is al vaker in Nederland geweest? Er zijn een hele hoop sprekers die meermaals in Nederland zijn maar geweest. Maar van deze weet u het niet? Van deze exacte weet ik het niet. Van een aantal anderen kan ik u het wel bevestigen. Dat zij meermaals in Nederland zijn geweest. En daarnaast, het is heel erg apart. Ja, meestal met politici, die lopen natuurlijk wel vaker een paar jaar achter de feiten aan. Het verbaast mij zelf nog dat deze mensen naar Nederland toekomen. Want we hebben gewoon internet. Dus tegen de tijd dat deze wetgeving af is, zou ik sowieso al verwachten dat alles via livestreaming gaat. Maar goed, dan, het is misschien nu even leuk voor de achterban. Dan hebben we het over Sheikh Esam Alowit. Waarom zouden moskeebesturen dit soort mensen uitnodigen, meneer Elian? Is mij een raadsel. Ik heb het overigens zelf aan het moskeebestuur gevraagd. Enkele weken geleden. Waarom ze vrij consequent dit soort figuren uitnodigen. In Almere was ook sprake van Haitham al-Haddad. Juist. Ja, goed. Iemand die uitspraken doet als vrouwen mogen gestenigd worden. Ja, goed. Ik denk dat is dat een uitspraak die... Hij zegt dat dat in het islamitisch recht zo is. Dat zegt uw eigen vader ook, dacht ik. Pardon? Uw vader zegt ook dat dat zo is in het islamitisch recht. Dus Haitham al-Haddad zegt over het islamitisch recht wat uw vader ook zegt over het islamitisch recht. Ik heb geen idee waarom u nu mijn vader hierbij betrekt. Maar nee, ik noem een andere spreker waarvan u wellicht niet denkt dat dat iemand is die niet zou mogen spreken in Almere. Dus u suggereert nu dat mijn vader niet zou mogen spreken? Ik begrijp niet helemaal waarom u dat even teruggaan. Er zijn mensen die roepen dat dit volgens het islamitisch recht moet kunnen. Vrouwen moeten gestenigd worden. En Nee, er is iemand die zegt dat dat een onderdeel is van het islamitisch recht. En dat zeggen heel veel mensen, waaronder de persoon die ik net noem. En u zou het geen bezwaar vinden? U zou het geen bezwaar vinden, meneer Wilderman, als dat gewoon in de moskee geroepen werd? Nee, het is een verschil bij als je zegt, dit zijn dingen die worden gewoon geroepen. Want niemand loopt gewoon dingen te roepen. Maar op het moment dat er een discussie ontstaat over hoe een bepaald aspect eruit ziet in het islamitisch recht, zijn er een hele hoop mensen die zo'n standpunt innemen. Alleen op het moment dat het een moslim is, dan zie je dat we met dit soort wetgeving gaan komen. Maar u weet ook dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat in ieder geval delen van de sharia in strijd zijn met de rechten van de mens. En dat betekent dus dat iedere spreker die vanuit sharia zou spreken, voor u ongewenst is. Dus eigenlijk zegt u, elke spreker die zuiver op basis van sharia redeneert, wil ik niet in Almere hebben. Nou, klopt dat of niet? Ik moet u eerlijk bekennen, ik ben geen sharia-deskundige, maar ik moet ook geen woorden in de mond zetten. Nee, wacht even. Laat hem zelf zijn antwoord geven. Ja? Ja. Maar iemand die toch verkondigt, vrouwen mogen gestenigd worden, even ongeacht wat diegene daarvan de rechtvaardiging vindt. Dat vinden we toch ongewenst. Mag ik ook een wedervraag stellen? U moet het toch met mij eens zijn dat het beter zou zijn als er gepredikt zou worden dat de islam een vredelievend religie is. Het lijkt mij het allerbeste als mensen vanuit de zuivere islam redeneren. Wat net zo goed vredelievend is. Nou ja, wanneer bent u voor het laatst bij een aantal lezingen in de moskeeën geweest? Hoeveel lezingen van mij heeft u gezien? Meneer Wilderman, hoeveel van dit soort lezingen heeft u georganiseerd? Ik graag aan. Hoeveel van dit soort bijeenkomsten heeft u georganiseerd? Ik denk dat ik zelf in het type lezingen zoals waarin wordt gepredikt dat islam vredelievend is. Ik denk dat ik zelf bij de organisatie van ongeveer 50 tot 60 van dat soort lezingen betrokken ben. En is er wel eens een spreker van u geweigerd? Is er wel eens een spreker van mij geweigerd? Nee, er worden wel met eens om de zoveel tijd sprekers aangemerkt als haat-imams. En dan achteraf komen die mensen gewoon, geven ze een lezing. En er wordt gezegd, jeetje, dat is eigenlijk best wel een goed verhaal. Alleen waarom verzet u zich? Was dat Khalid Yassin? Bijvoorbeeld bij Khalid Yassin. Dus dat is van tevoren altijd heel erg veel ophef over. En dan achteraf zeggen mensen van, dat is toch best wel een goed verhaal wat deze man heeft verteld. Ja, wat mij verbaast is, waarom verzet u zich niet tegen het doen van dit soort uitspraken, zoals bijvoorbeeld uitspraken als ongelovigen verdienen niets anders dan het zwaard. We dwalen overigens een beetje af van de lijst waar we het over hebben. Ik vind het wel een interessante vraag. Waarom verzet u zich daar niet tegen? Nou, u denkt dat ik mij daar niet tegen verzet. Waar ik mij tegen verzet is wanneer mensen die een bepaalde religie hebben de toegang tot een microfoon wordt ontzegd. Dat is waar ik mij tegen verzet. Dus maar op basis van die religie worden gewelddadige standpunten verkondigd. Dat kunt u toch niet goed vinden? Dus u zegt eigenlijk de religie waar ze vanuit redeneren is verkeerd. Een
politieke verschijningsvorm van die religie. Exact. Dus u bent niet tegen deze sprekers, u bent eigenlijk tegen deze religie. Nee, ik heb problemen met een politieke verschijningsvorm van deze religie. Van deze namelijk religie. De radicale islam. Daar heb ik een probleem mee. En blijkbaar een groot deel van de samenleving. Julius Elian komt uit Almere. Nordin Wildeman is een gespreker in de islamitische wereld, ook blogger. En Peter Oskam is CDA-Kamerlid. En ze discussieerden over de lijst met haatimams die volgens een meerderheid in de Tweede Kamer er moet komen.